Dit is een nieuwsuitzending die ik doe op aanraden van Jurk Klisman, die tegen mij zei over Skype: misschien kan je hier wat mee. Ik kende dit filmpje al, hoor. Dit is Irma Schiffers. Dat heet dan Alternatieve Media. Ik ken haar niet persoonlijk. En zij is een mens. Laten we even naar het begin luisteren. Het totale gebeuren, de opname, kost 39 minuten. Ja, dat gaan we niet doen. Het is nu laat in de avond, hè. We starten hem even op en we luisteren. Ja. Ronald, je hebt een hele stevige achtergrond. Lang in de financiële sector gewerkt, vermogensbeheer, depositohandel, heb ik begrepen. Kun je ons daar iets over vertellen? Hoe lang heb je dat gedaan? Mijn leven is iets gecompliceerder dan waar we het nu even over hebben. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al zelfstandig ondernemer. Dus de zelfstandigheid was daarin het belangrijkste. Ik heb ooit geprobeerd om voor een baas te werken, maar dat ging niet. Het zelfstandig ondernemen. Ik heb dus vele disciplines doorlopen en een deel daarvan was in de financiële wereld. En dat kwam omdat zeg maar in alle andere dingen waar ik in werkte als zelfstandig ondernemer, een eigen damesmodelijn, autohandel, maar ook import-export, daar was ik altijd zo druk mee dat zeg maar het geld wat ik daarmee verdiende, dat bracht me eigenlijk al richting de financiële wereld. Omdat je had met de import-export te maken met verschillende valuta's. En dan kwam ik bij een beurs om dat bijvoorbeeld om te wisselen, hè, via agenten. En een van die wisselagenten, die zei op een bepaald moment: Ronald, ik kijk nu al heel lang naar je leven. Je bent altijd aan het werk. Je verdient geld, dat zien we ook wel. Maar wat is nou eigenlijk je doel? En toen zei ik van: nou, het enige wat ik wil als zelfstandig ondernemer, dat is zoveel mogelijk geld verdienen. Want hoe meer geld ik heb, hoe sneller ik zeg maar niet hoef te werken of totaal vrij ben, aanzien heb, alles wat je eigenlijk in deze samenleving met elkaar wil. Oké, ik haak even in. Hij gaat zo dadelijk vertellen dat hij gekomen is tot het geloof. En in de Bijbel staat dat de liefde voor geld is de bron van alle kwaad. Ik laat hem er even lopen en kijken of ik in ga grijpen. Althans, zo dacht ik toen. Hij zegt: joh, stop met al die werkzaamheden, al die bedrijven. Ga gewoon in de geldhandel, ga in de financiële wereld. En dat is eigenlijk het begin wat aansluit op hetgeen waar je het net over had. Die man, die had dus een zetel op een beurs en die deed in valutahandel. Die deed een depositohandel, dus het handelen in vermogens voor renteverschillen. Hè, dat je kan winnen op rente. En daaraan gekoppeld zat dat vermogensbeheer. En die drie samen was een heel mooi pakket, een aantrekkelijk pakket, waar ik op ja zei. Nou, zij zei: oké, je kan mijn zetel overnemen. Ik ga je trainen. Ik ga je inwerken in het netwerk. Maar daartegenover stond dan wel dat, zeg maar, uit mijn winst per jaar 10% afdroeg nog aan hem. Dus het was een overdracht, het was een verkoop plus een stuk van de winst. Ja, daar gaat het om. Er was een slimme man. En deze man die je nu in beeld hebt, dat is een genius, zou mijn Bosnische vriendin zeggen. Een geniale kerel. Die snapte van de hoed en de rand. Ik zei: ja, prima.
En toen zei hij, je moet één ding weten. Als jij je geweten niet in de diepvries kan zetten, en dan niet op min 18, maar op min 100, dan moet je er niet aan beginnen. Dat is het. Dat heet het verkopen van je ziel. Ik ga nu even op zoek naar het stukje over die lyres. Waar zat dat? En wie ben je nou aan het vervelen ermee? Want dit gaat over niks. Maar voor de bevolking is dat geweldig nieuws. Ja. Maar het gaat over niks. Het gaat over niks. Maar het laat wel zien dat er iets in deze wereld loos is. Hè? Dat dus bijvoorbeeld mensen uit Nederland met een bepaalde positie daar bankrekeningen hebben met rechtsvormen, waardoor ze in Nederland geen belasting betalen. Het gaat over de Panama Papers. Dan allemaal vol zaten tot aan de nok met dollars. En dat ze zeggen, dit is allemaal cash en dat moet weg. Zorg maar voor ponden, zorg maar voor Duitse marken, zorg maar voor dit, dat en het moet zus en zo en het moet dat daar moet en weg. Daar. Hebben we het nu over witwassen? Of? Nou, het verwerken van cash. Ja. Het verwerken van cash op een manier dat het weer legaal binnen het circuit terugkomt. Snap je? Deze man is een eerlijke. Hij was ontzettend rijk en heel erg slim. Maar nu dat verhaal over die lyres. Ik hoop dat ik het kan vinden. Zwart en groen, maar op een hoger niveau is het een spel. Het zijn vriendjes. Ja. Maar ze hebben zich wel te houden aan alle regels en wetten die ze zelf hebben gecreëerd om de rest van de samenleving daar te houden. En dat het niet erg druk wordt in de top. Dus je moet wel volgens je eigen regels gaan spelen. Nou, dus hetgeen wat daar speelt, dat is dat je dus wil dat niemand het spoor kan vinden of kan volgen. Hè? Buitenom de top is niemand in de onderlagen die kan volgen wat er nou werkelijk is gebeurd. Compartmentalized noemen we dat. Hè? Dus goed, ja. Ieder weet zijn eigen stukje en ja. Alleen de top weet wat er speelt. Ja, exact. Maar omdat wij zeg maar Dickinson. Op zoek naar die lyres. Het niveau waarop ik in die 5 jaar ging spelen, en dat gaat niet van de een op de andere dag, je moet je sporen verdienen. En ik heb de gave om heel snel, zeg maar, allemaal losstaande deeltjes, informaties, op een bepaalde manier met elkaar te combineren. Waardoor ik een totaaloverzicht krijg van waar ik allemaal rekening mee moet houden binnen het speelveld. Dus zeer gedetailleerd. En dat valt op, dat je die gaven hebt. En daarom kan ik ook zeggen, mij werd gewoon die 100% gegeven op mijn werkveld, op mijn gebied. Dus ik wist niet alle 100% van hun. Ik wist alles wat ik moest weten in de 100% van de zaak die ik moest draaien met collega's. Ja, wat een van de dingen waar voor mij een luik open ging, dat ik toen eerst niet wist, maar nu wel. Dat is bijvoorbeeld geheime diensten. Je denkt dan van geheime diensten zijn in het belang van een land en van een volk enzovoort. Ja, ja. Maar dan blijken dat eigenlijk wat ze nu noemen criminele organisaties te zijn. Althans. Oh jee, wat een verrassing zeg. Hè, werd op dat moment een mindere positie. Waardoor dus een bedrijf in Italië daar last van kreeg. Ja, dit zijn de lyres. Hier had ik het over. Er zijn allemaal dingen. Ik kwam bijvoorbeeld op een andere beurs en dan zei een van de collega's daar van Ronald, weet je nog met die Italiaanse lire? Ik zeg dat in de lezing ook wel eens. Weet je nog met die deals met de Italiaanse lire? Dat we dus de Italiaanse lires gingen dumpen massaal. En waardoor de lire een opdonder kreeg. Het werd op dat moment een mindere positie. Waardoor dus een bedrijf in Italië daar last van kreeg op een dusdanige manier dat het bedrijf over de kop ging. En dat je dan op die beurs hoort van, weet je nog met die succesvolle Italiaanse lyres? Ja. En dat ze dan zeggen, weet je dat de eigenaar zelfmoord heeft gepleegd en een gezin achterlaat? Dat soort dingen. Auw. En toen lachten je erom. Ha, 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 met elkaar, allemaal. Wauw. Bescheten op met die nog Italiaanse lyres. Ik zeg dat in de lezing ook wel eens. Weet je nog met die deals met de Italiaanse lire? Dat we dus de Italiaanse lires gingen dumpen massaal. En waardoor de lire een opdonder kreeg. Het werd op dat moment een mindere positie.
Waardoor dus een bedrijf in Italië daar last van kreeg op een dusdanige manier dat het bedrijf over de kop ging. En dat je dan op die beurs hoort van, weet je nog met die succesvolle Italiaanse lirers? Ja. En dat ze dan zeggen, weet je dat de eigenaar zelfmoord heeft gepleegd en een gezin achterlaat? Dat soort dingen. Oh. Weet je nog dat de eigenaar zelfmoord heeft gepleegd en een gezin achterliet? Ja, ik moet zeggen. Maar je ziet hem al gewoon kermen. Dat is best erg. En het is heel mooi dat deze Nederlander daar zo openhartig over spreekt. Nog even kijken of ik kan vinden waar hij zegt dat hij gelovig is geworden. Oh. En toen lachten je erom. Ha, 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 met elkaar, allemaal. Wow. Bescheten op de mensen. Het was gewoon een product. Afval. Alles was afval. Mm-hmm. De natuur, de planeet, alles mocht kapot. Met de nutteloze meeeters. Als we maar onze doelen haalden. Mm-hmm. Als we maar groeiden. Ja. Veel van mijn collega's gingen ook uiteindelijk aan de drank of aan de drugs. Ja. Ik niet. Dat had ik beter misschien ook kunnen doen. Of niet. Nee, achteraf gezien is het allemaal goed gegaan en is het mooi dat ik nog leef. Maar al die opstapelingen van al die erge dingen brak door. Kun je een voorbeeld geven nu? Want ik voel dat er heel veel gebeurd is met jou. Ja, het is ook een lastig stukje om te zeggen. Dat voel ik, maar dat is... Als je erover wilt vertellen, prima. En wat je niet kwijt wilt. Ik zeg alleen maar wat ik wil zeggen. Alleen het roept wel dingen op. En ik merk dat omdat ik nu niet in een diepvries zit, dat het me ook erg raakt. Heel mooi. Het raakt mij ook. Maar oké. Kun jij vertellen wat het ergste is wat je hebt meegemaakt? Waardoor je zegt, en daar was voor mij gewoon toen... Nou, dat is dus het breekpunt geweest. Je komt zo diep in die kringen. Je tekent ook eigenlijk een... Ik heb niet met bloed getekend ergens voor... maar je tekent wel een contract voor je leven... dat je zwijgt over namen van bedrijven, organisaties, personen. Dat is ook de reden waarom ik denk nog steeds leef. Je houdt je daar aan. Maar als het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt... Ik heb net verteld over dingen waar ik stroomstoringen mee kreeg. Het geweten begon dus... Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald. Ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik ben psychopaat geworden. Dat geweten brak door. En het ergste wat mij overkomen was, dat was omdat ik zo'n goed aanzien had, zo succesvol was en zo vertrouwd was met... Mensen in deze wereld die dus op dat niveau speelden. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Hè. Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. Hier moet ik even ingrijpen. Het katholicisme... is Luciferiaans. Het protestantisme... dat heeft ook een aantal dingen op zijn geweten. Niet dat Luther of zo iets fouts heeft gedaan... maar die Calvinisten... of zo. Ik ben gewoon christen. En dan kan iedereen zeggen... ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet... alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid... Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. Mm-hmm. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. He, dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja. Oké. Okay. Lucifer en Satan, dat gaat door voor de... plaatsvervanger van de Heer of zo. Dus de heerser van deze wereld. Het is een heel vervelend geloof waarin alles mag.
echt alles. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. Oh, dat is wel leuk, hè? Blote vrouwen en drank. Nou zeg. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou. Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Nee. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat dat, ja, als gast zeg maar, omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Hè? Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment. Toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. In offers in het buitenland. En wat voor offers zijn dat dan? Dat we konijntjes gaan slachten? Dat was het breekpunt. Kinderen. Okay. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. Wil je even stoppen? Wil je even stoppen trouwens? Of nee. Okay. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. En dat raakte mij zo. Alles ging om. Maar dat is de wereld waar ik uitkom. En toen begon ik dus dingen te weigeren binnen mijn werk. Ik kon het niet meer. En toen werd ik een gevaar. Voor hen, natuurlijk. Ik begon niet meer optimaal. Ik begon te rammelen en ik had dingen geweigerd. Ik had niet deelgenomen. Want het gaat erom, uiteindelijk in die wereld, dat ze iedereen ook in hun zak willen hebben. Ze moeten chantabel worden. En het chanteren voor mij was erg moeilijk, als ik dat allemaal achteraf bekijk. Dat hadden ze willen doen voor jullie kinderen. En daar brak ik. Is dat... Jij vertelt nu iets wat mij niet onbekend voorkomt. Wat ze in de politiek ook doen. Als je op internet gaat googlen, kom je wereldwijd genoeg getuigenissen tegen om te weten dat dit geen Walt Disney verhaaltje is. Het is helaas zo dat wereldwijd, en dit is niet alleen van deze tijd, dit is al van duizenden jaren. Ik heb ook ooit nog een stuk theologie gestudeerd. Zelfs in de Bijbel kom je het tegen bij de Israëlieten. Een van de redenen waarom de eerste 10 stammen toen uit hun land werden gezet en verbannen werden naar Babylonië was juist vanwege de rituelen met kinderen. Inclusief het offeren van kinderen. Dus dit is een lijn. Vanuit al die shit ben ik ook gaan geloven. Omdat ik besefte dat er meer was dan alleen maar hemel en aarde. Er is werkelijk een onzichtbare wereld. Je praat werkelijk over een duistere macht en je praat ook over een lichtmanifestatie. En hier gaat het om. Ik ben mijn Bijbel gaan lezen op mijn 12e. Dus ik weet het al. Ik ben al 57. 57 min 12 is... even kijken hoor. 45 jaar of zo. Er is iets. En dat iets wat is, dat noemen wij God. Of als je Arabisch spreekt, dan noem je dat Allah. Dat is nu één keer Arabisch. Allah is een aanwezigheid. Die is degene die aanwezig is. En in de materialiteit, deze man, die heeft dus heel veel geld verdiend. En die heeft gezien hoe je dat moet doen.
Christus Jezus, want daar hebben we het over. Als we het over God hebben, hebben we het over Christus Jezus. Want dat is de enige die tegen ons gesproken heeft. En de Heere, Heere, met dubbel E van mijn part. Die sprak tegen ons via het boek, via Mozes, Hosea, Elia. En Christus Jezus, die sprak direct tegen ons. En die zei, pas op, niemand komt tot de Heere dan door mij. Hij was een, Christus Jezus, een lijntrekker. Waar deze man kennis mee heeft gemaakt, is dat je ook buiten Christus Jezus tot de Heere met dubbel E kan komen. Het werkt ook. Alleen, het maakt je ziel kapot. Deze man zit niet voor niets te janken. Crybaby. En dat is goed. Want hij weet nu dat God van hem houdt. En ik hoop dat hij erachter komt dat het Christus Jezus is die de deur is. Dan komt hij ook tot rust. Niet meer met die satanisten en stomme dingen met kinderoffers. Een beetje gaan begrijpen. Ik ben Jurk Liesman erg dankbaar dat hij mij deze film, die ik al eerder gezien had en die ik toen niet direct wilde bespreken, dat hij mij deze opnieuw onder ogen heeft gebracht. Zo wordt het jullie nog duidelijker hoe het zit. Je kan geen twee heren dienen. Je dient de ene heer of de andere heer. Je bent profaan. En je gaat voor de monies en de dinges. Hè? Of je hebt je bankrekening bij de Heere. Heere. De Vader van Christus. Hij snapt het ook. Dat is een goed bericht. Nou, ik vind het mooi geweest. Ik weet niet hoe lang ik nou bezig ben. Oh, ik heb nog een paar minuten. Maar de rest gaat hij alleen maar vertellen dat hij gelovig is geworden. En als je het echt helemaal wil horen. Ja, het heette Shocking Testimony by Finance Insider. Nederlands _Engels. NL/AM. Ik kan het zelf nog even nalezen. Naluisteren. En doe dat. Doe het. Doe het alleen om mij en Jurk Liesman een plezier te doen. En dat zal jezelf ook goed doen. Om te snappen dat er zoiets geldt als mors, als zede. Als je daar niet aan meedoet. Ta-ta-ta-ta-ta. Ja-ta-ta-ta-ta. Snap je? Aanvallen. Dan ben je de bok. Om het maar even op zijn vrijmetselaars te zeggen. Hè? De bok zijn, de bok, dat is Baphomet. En dat heeft geen enkele zin. Je kan er rijk van worden, je kan er van alles van krijgen. En deze man heeft er geen puistjes van gekregen. Hij is er gelukkig weg mee gekomen. Jij ook? Snap je? En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lievers. En oh, en dank je wel, Irma Schiffers of Scheffers. Hoe spreek je die naam eigenlijk uit? Dag lievers.